Prachtig afstandsschot. Laurens Leeuwenhoek, 5 tegen 3. PKC, een gaatje van 2. Ja, heel mooi. Je weer mist. Ja, het is over. Hij maakt een weg gebaren. Het is wat je zegt. Het gaat dus super zitten. En het is dan Schagen die wel de 8-8 er dan ingooit aan de hand. Een keer zien, wedstrijd op wedstrijd zien, dat hij gewoon echt nog mee kan op dit niveau. En is misschien wel de meest stabiele speler van Oostende tot nu toe. Ja, toch de speler die op de bank nu begint. Die vorige week 28% van afstand schoot. Boa, die fantastisch. Arjan Visser. Ja. Heel veel risico van Vlokstra. Oh, mooie bal van Joost Vertel. Goede korfballen. Mooie beweging van Kim Peterson. Oh, wat draait ze daar ontzettend mooi weg. Maar... een slechte paas. Goed doorgespeeld van Faber op zwart. Ja, die loopt door. Faber, oh wat mooi. Prachtig doelpunt. Nou, Enno Korfbal, zet hem maar op Facebook. Prachtige aanval. Goed afgerond. Door Faber. Of maakt 4, zit je de gebaren naar met Dennis. Oh ja, balje van Koeverdam. Ja hoor. Belangrijk Koeverdam. 6 punten. Het is nog een draaglijk verschil. Doet hij goed. Aanval. Die fases waarin Roland even niet gescoord wordt van een aantal minuten. Die moeten eruit. Kijk. En daarom is het doelpunt erg belangrijk. Ja, naar de Jong. Ik vond dit moet even. Hè. Weer van Nieuwenhuizen. Ziet er goed uit. 6 tegen 7. Afsluiting. Even toch nog wat seconden op. Ja, mooie bal, goed gespeeld. Paas van Miksnel paste precies en Julia Schuilinger met haar trein. KCC, 12-6. Oh, de knetter. Zijn voeten. Kijk eens, geweldig. Oeh, prachtig doelpunt zeg. Olaf van Wijngaarden. Ja, maar dat is geweldig. Hij houdt echt PKC goed in de race. Ja, maar dit was... Anders dit is eigenlijk een strafworp. Ja. En mooi afgemaakt zeg. Goeiedag man. Hoe krijg je dit voor elkaar om die bal zo af te maken? Dat is dus niet. Pak daar een goede rebound. Oh, mooi goal hoor. Lekker gevoel in de vingertjes. Achteruit springend, achter de paal. Dit is heel goed hoor. Hoog, hoog. Rendement. Dus ja, waarom niet? Als je toch moet scoren. Ja, mooie fadeaway van de Kruijver hoor. Goed gedaan. Om in de basketbal te blijven.